Heel lang is er gesproken over de nieuwe Zalmhaventoren, maar vandaag is de bouw dan toch echt gestart. Een wolkenkrabber van maar liefst 215 meter hoog. En daarmee is deze woontoren direct de hoogste van het land en eigenlijk ook in de hele Benelux. We zien dat steeds meer mensen in de stad willen wonen, mensen die al in Rotterdam wonen, maar ook mensen van buiten. We willen meer bouwen, we willen meer woningen, maar we willen ook niet alle stukjes groen aan de randen van de stad opsnoepen. En dan moet je heel goed kijken hoe je dat doet. En de lucht in, dat is een van de mogelijkheden om meer woningen toe te voegen. Kijk, Rotterdam heeft een aantal jaar geleden natuurlijk een hoogbouwzone gedefinieerd. En je ziet dus dat de eerste gebouwen waren 70 meter. Toen werden ze 100 meter. Toen werden ze 150 meter. En volgens mij staan er nu 21 gebouwen ongeveer in die hoogbouwzone. En dit is echt de next step dat je naar een hoogte van 215 meter gaat. Aan het eind van de middag werd een van de heipalen gesigneerd als een symbolische start van de werkzaamheden. Het zijn luxe appartementen? Dit zijn luxe appartementen vanaf €360.000 tot de penthouse van €1,8 miljoen. Die kan ik zelf ook niet veroorloven, maar er zijn Rotterdammers die het wel kunnen. Het is ook belangrijk dat voor die mensen gebouwd wordt. Nou, iedereen kijkt natuurlijk altijd naar het penthouse, maar, en dat is natuurlijk extreem. Ik denk dat we die nu ongeveer tussen rond de 1,7 en 1,8 hebben ingeprijsd. Maar ja, dat is ook wel heel bijzonder wat daar gebeurt, want je hebt natuurlijk een fantastisch uitzicht over de stad. Ja. Maar de vraag is dit dan een locatie waar gewone Rotterdammers terecht kunnen? Ja, de vraag is, in mijn opvatting, is een inclusieve stad. Dus een stad voor mensen met een kleine portemonnee, maar ook met een grote portemonnee. Beide versterken elkaar. Veel van je voorzieningen worden ook beter als er mensen met een iets hoger inkomen komen wonen in de stad. Dus die mixen van wat goedkopere woningen, nou, die we ook ontwikkelen en maken en verkopen en verhuren. En ook wat luxe appartementen, die mix die moet het gewoon doen. Want een stad met alleen maar lageprijsde huizen doet het niet goed. Daar heeft Rotterdam natuurlijk wel een verleden in, waarin ook gebleken is dat het uiteindelijk voor de ontwikkeling niet goed is. Uiteindelijk profiteert iedereen als je een mix maakt. Nou, voor die enorme woontoren moet natuurlijk een hele goede fundering zijn. Kijken we naar de heipalen, dit zijn ze. Die zijn enorm lang. Dat loopt helemaal tot aan die groene kee door. Maar dat is nog niet voldoende. Die wordt de grond in geschroefd. Dat wordt niet geheid, maar echt geschroefd. Dat zie je daar achter me. En als die dan zo halverwege is, dan zetten ze nog een soortgelijke paal daarbovenop. Die wordt vastgelast en die wordt dan ook de grond ingedraaid. Naast de wolkenkrabber komen er ook twee woontorens en herenhuizen. Aan de Houtlaan en hier aan de Gedempte Zalmhaven hebben we herenhuizen aan de straat, waar ook de voordeur gewoon aan de straat zit. En daarboven een groen dek waar bomen opkomen en waar het prima recreëren is voor de mensen die ook in de torens die daar opkomen. Eigenlijk is het heel belangrijk hoe torens ook op de grond komen te staan. Hè? En waar wij heel veel aandacht hebben gegeven, de twee architecten die hiermee bezig zijn, is hoe die verbinding gemaakt wordt tussen die hoogbouw en uiteindelijk de straten. Want daar wonen de mensen, daar lopen de mensen en dat moet er heel goed uitzien. Er zit hier een 13 meter hoge plint en die wordt echt heel fantastisch van hoge kwaliteit. Dus het gaat niet alleen om wat er boven staat, maar ook wat je beleeft als je op straat staat. Heeft u het over die plint, zeg maar de onderkant van die toren, hè? Daar zitten allerlei voorzieningen. Wat zit er dan om het hier voor mensen op straat aantrekkelijk te maken? Nou, wat er sowieso, waar we voor gewaakt hebben, dat je, wat je wel eens ziet, hè, in slechte ontwikkelingen, dat je vrij dichte gevels krijgt waar niets gebeurt. Dus het zijn eigenlijk gigantische lobby's die toegang verschaffen tussen de woningen daarboven. En alles wat daarbij komt kijken. Maar daar zit natuurlijk ook restaurant in en dat soort zaken meer. Dus eigenlijk publieke zaken die zitten in die plint. En die ga je ook ervaren als bewoner van dit gebied. Ja, daar kunnen zij ook terecht. Het is niet alleen maar voor de bewoners van die toren. Ja, dat zijn openbare functies. Niet de entree naar de lift natuurlijk, dat is logisch. Maar de rest wel, ja.